Ja, en dan zie je hier een plattegrond, een redelijk oude plattegrond van een oude tempel van Apollo Timbrius. En dan weet je zo meteen ook waar dat vandaan komt, want zo wordt Apollo ook in het vervolg genoemd. Ik zit nog steeds te werken met mijn PDF-files, dus ik zit nog even wat te knoeien af en toe met het doorklikken. Dus ik hoop dat je dat niet erg vindt. Ik hoop dat die USB-stick van mij inmiddels nog een keer naar boven komt, want de moed is mij inmiddels in de schoenen gevallen, of whatever. En die komt er ook waarschijnlijk niet meer uit, want ik heb die al bijna opgegeven. Nou, ik begin gewoon vooraan in deze passage. Even in tweeën opgesplitst, 2 keer 5 versen, beginnend met Rex Anius, Rex Idem, en dan zijn dat allemaal nominatieve vormen, en daar hangt dan die genitivus hominum en foibique sacerdos vanaf. Nou, je krijgt dus eerst dezelfde koning van mensen en van Apollo de priester. Is dit een chiasme, meneer? Natuurlijk is dit een chiasme, je hoeft het me niet meer te vragen. Dat is koning Anius. Nu krijg ik hier weer dat vitis met dubbele T, dus komt van vita. Dus dan ga ik niet werken met leven, maar met banden, hè, van die offerbanden. Met wollen banden, redimitus omkranst. En met laurier, en wat is dan omkranst? Wat omkranst is, dat is dan de slapen. En daar hoort nog bij, dan moet je nog kijken naar sacra. Nou, wat is sacra? Dat hangt een beetje af van wat je in het metrum gaat doen. Ik heb al een paar keer gezegd, lange A geeft vaak een ablativus aan. En als ik hier dit zou gaan scanderen, wat ik gedaan zou hebben ook in deze PDF-file, als ik die nog gehad zou hebben in een oorspronkelijke vorm, dan had je gezien dat vitis et sacra, dat deze A lang is, zelfs op de ictus valt en waarna een pentemimeres valt. En dat is dus een lange A, die kan dus niet bij tempora horen, maar die moet bij lauro horen, laurier. En je, als ik zei, bomen zijn in het Latijn bijna altijd vrouwelijk, dus daarom dat dat sacra ook vrouwelijk is. Hij heeft dus de slapen omkranst met wollen banden en heilige laurier die komt tegemoet. En die doet nog meer. Veterem, Anchisem, is allebei een accusativus en die accusativus is leidend voorwerp bij adgenovit. En hij herkende zijn oude vriend Anchises. En dat amicum, congrueert met Anchisen, is een Griekse accusativus. En veterem komt van vetus en heeft als accusativus veterem. Dus vetus, genitivus veteris, enzovoorts, enzovoorts, enzovoorts in de rijtjes. Hij herkende zijn oude vriend Anchises. Jungimus hospitio dextras. Nou, jungimus, het onderwerp verandert, wij verbinden. Hospitio komt van hospitium, gastvriendschap. In dit geval ablativus. In gastvriendschap verbinden wij de rechterhanden et tecta sub imus. En wij gaan onder de huizen, letterlijk, wij gaan de huizen binnen. Templa Dei Saxo venerabar structa vetusto. Nou, venerabar, daar zie ik alweer aan. Venerabar is dat de persoon weer wisselt en nu wordt het dus een eerste persoon. Ik vereerde de templa, dat is de accusativus, de tempels, staat er letterlijk, van de god. En dan heb ik je over structa, dat hoort dus bij die tempels. De gemaakte tempels. En waar zijn die van gemaakt? Die zijn gemaakt saxo, vetusto, allebei ablativus hoort dus bij elkaar. Ik vereerde de uit oude rots gemaakte tempels van de god. Het tweede deel, dus het eerste deel, dat gaat over die Rex Anius, die koning. Het tweede deel
is dan wederom een gebed. Da propriam timbraje. En daar heb je dat timbrier. Dus daar heb je die aanroeping van Apollo. En da is dan een imperativus. Dus geef propriam domum. Een eigen huis. Ja, een plek onder de zon. En altijd iemand in de buurt die van mij houden kon. Ja, ja. Ik heb een eigen huis. En ik heb ook een eigen plek onder de zon. En ik heb altijd iemand in de buurt die van mij houden kon. Dus wat zing ik? Wat draal ik? En wat doe ik toch weer? Flauw. Maar goed, het is... Ja, wat is het eigenlijk? Het is flauw. Geef een eigen huis, timbrier. En daar, dat dit wordt herhaald, is een soort van anafoor. En geef moenia muren vessis, is dan dativus aan de vermoeiden. En niet alleen muren, nee, geef een heel tricolon eraan, namelijk muren. En een genus, en een geslacht. En een, nou, mansuram, komt van manieren, heeft als participium mansus. En wordt dus participium van future mansurus, een zullende blijven stad. En een stad die zal blijven. Dus dan heb ik dat tricolon gehad. Hij geeft een huis, een eigen huis, een geslacht. En een stad die zal blijven. Een geslacht, daar wordt mee bedoeld een stamboom, hè? Niet een mannelijk lid. En beserva is dus weer nog steeds imperativus en bewaak altera pergama Troja, bewaakt de tweede burcht van Troje, hè, de alternatieve burcht van Troje. Reliquias Danaum, de overblijfselen Danaum van de Grieken en de imitis, de vrede Achilles. Dit is allebei genitivus. Quem sequimur, nou, dat is wie volgen wij? Wie volgen wij? Je zou verwachten, wie moeten we volgen? Dan zou dit een conjunctivus moeten zijn, maar dat is het niet. Quo ve ire jubes? Nou, wederom een vraag. Of waarheen beveel jij te gaan? Dat ve achter een woord hier is hetzelfde als of voor een woord. En ubi ponere sedes? En waar de zetels te plaatsen? Drie vragen. Dus dit is echt zo'n passage waar een tricolon, een delen in drie, heel erg in naar voren komt. En hier heb je dat al met dat tricolon van Moenia, genus en mansurum orbem. En hier heb je een tricolon in de zin van drie vragen. Wie volgen wij? Waarheen beveel jij te gaan? En waar onze zetels te plaatsen? Dus ook nog een keer een tricolon. En kijk, daar geeft dat, daar geeft dat. En dan krijg je als derde ook nog eens een keertje daar. Geef, vader, een augurium, een teken. Dus dit hele passage die staat in het teken van drie. Geef, vader, een teken. En hier heb je dus daar, pater auguriat. Dus Elisi, quanimis, nog een keer Elisi. In labere nostris. Nou, en glijd binnen. In labere komt van labor, is een deponens. En die deponentia, die hebben een imperativus op ere. Glij naar binnen, letterlijk. En glij naar binnen, animis nostris, tot in onze geest. Dus in labere is geen infinitivus. Komt van een deponens, labor. En is dus een imperativus. En dan zijn we aan het einde van deze passage. Ga ik straks in PDF-vorm weer door met de volgende.